Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 15 april. Leuk dat jullie weken naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een nieuwe lipstick op. En ja, die gaan we eens even testen. Ik ga morgenochtend boodschappen doen. Nou, dus dat is wel fijn. Dan heb ik het op tijd binnen. Ik heb jeuk op mijn hoofd. Nee, ik heb geen leus. Ik heb gewoon jeuk. Dus dat. Ik heb morgen ook eventjes een belgesprek. Dat klinkt zo raar, maar ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen met degene die normaal altijd komt. Dan had ik even wat mailtjes de deur uit gedaan. En ik doe heel veel zelf. Maar sommige dingen merk je gewoon dat als iemand van een instantie is, zeg maar, dat ze wat meer bereiken. Dat had zij even gedaan, dus daar zouden we morgen even over praten. Ik heb vrijdag ook mijn eerste videobelgesprek voor de therapie. Dat is om 3 uur, dus dan moet ik alleen even kijken hoe ik dat doe. Want vrijdag is de slaapkamer aan de beurt, dus dan moet ik even wat eerder daarmee beginnen, zodat ik eigenlijk rond die tijd klaar ben. Maar dat is weer een zorg voor morgen, hoe ik dat even ga plannen, want dat vind ik wel fijn om het te plannen. Dus dat zijn even de nieuwtjes die ik nu heb. Ik heb wel gehoord dat er vanavond weer een persconferentie is. Mijn vader die zei het. Ik wist het helemaal niet. Maar mijn vader leest nog heel veel op teletext. En ik doe dat niet. Volgens mij bestaat teletext op je televisie sowieso niet meer. Ik krijg nu weer traanogen. Ik weet niet hoe dat komt. Een beetje door het licht en zo. Dus op de televisie bestaat het eigenlijk niet meer. En ik heb ook geen teletext app op mijn telefoon. Want ik gebruik het eigenlijk nooit. En mijn vader zei dus, ja, we hebben weer een videogesprek. Kijk, de eerste traan valt al gezegd langs me lang. Hij is fijn. Dus we hebben weer een persconferentie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze te melden hebben. Ik heb zelf niet het idee dat er heel veel belangrijks te melden is. Maar dat gaan we vanavond wel zien. Gisteravond heb ik gekeken naar Cash or Trash. Dat was ook wel heel erg leuk. Dat was de laatste aflevering. Er was bijvoorbeeld een man die had een hele oude radio. Echt een radio nog uit de jaren 20. Er zat ook echt zo'n officieel fotootje bij in een lijstje. Met een vrouw die die radio dan bediende. Want het was eigenlijk, volgens mij was het van Philips. En die hadden dus echt wel het idee dat het ook een vrouwvriendelijk... Ik moet even kijken om mijn horloge aan te zetten. Vrouwvriendelijk apparaat is... dus dat was eigenlijk een soort de persfoto die volgens mij was van Philips dus heeft uitgebracht toen de tijd. Maar die man die hield dus heel erg van oude spullen. En volgens mij was hij nog niet eens zo heel erg oud. Ik denk in de 50. Maar ik ben niet zo heel goed in schatten. Maar dat was wat mijn vermoeden zei. Hij had zijn huis was ook helemaal de jaren 30 stijl. Nou, ik zou er persoonlijk niet aan moeten denken. Ze lieten wat foto's in beeld zien. En je zag bijvoorbeeld die keuken. En er zaten nog gordijntjes voor de... keukenkastjes. Nou, ik ken die verhalen wel. Volgens mij ook wel van mijn moeder. Maar het is wel echt zo ouderwets dat ik er zelf niet aan moet denken. Ik vind het ergens ook gewoon niet hygiënisch of zo. Maar echt van die geblokte rood-witte gordijntjes had hij ervoor hangen. Dus ja, die man was er helemaal blij mee. Maar hij wilde eigenlijk een nieuwer model aan. Of een nieuwer model. Wel weer zo'n oud model wilde die. Maar dan een andere die weer wat meer luxere dingen had. En hij had er ook een app bij. Ja, dat was natuurlijk totaal niet jaren 20 stijl. Want dat hadden ze helemaal niet. Maar hij had er dus een app bij. En ik weet niet precies wat het doeleinde ervan was. Maar... ze konden er dus ook muziek van nu afspelen. Dus die handelaren die waren heel erg benieuwd hoe een nummer van Armin van Buuren zou klinken door zo'n oude radio. Ja, ik vond het niet om aan te horen hoor. Maar nou ja, goed. Ze waren heel enthousiast en hij heeft er nog een mooi bedrag voor gekregen. En nou, hij was helemaal blij. En ja, ze waren er weer een heleboel dingen die ze dus konden kopen en ook wel hebben gedaan. Daarna heb ik gekeken naar de Databols. Dat was ook wel heel erg leuk om te zien. Dat zijn, wat ik gisteren al vertelde, dat zijn dus die mensen die een beperking hebben en dus gaan daten. Ze hadden bijvoorbeeld een jongen, ja, die werd dan niet bijgestaan door die datecoach. Ze hadden één jongen die had, ja, het is een hele moeilijke naam, maar hij liep heel moeilijk. Hij was niet heel groot en hij had dus een hele grote bochel op zijn rug, waardoor hij dus alles veel moeilijker kon. Ze gebruikte soms krukken, volgens mij soms ook een rolstoel. En hij werkte ook nog in de zorg. Dus ondanks dat hij zelf beperkt was, werkte hij in de zorg. Toen deed hij ook de opleiding in. Nou, die ging op date. Dat was allemaal hartstikke leuk. En ging ze in een soort escape room. En nou ja, voor de televisie leek het alsof ze hem heel snel hadden uitgespeeld. Misschien heeft het in werkelijkheid heel lang geduurd. Maar ze wilden ondertussen ook praten en die puzzels oplossen. Dat was een beetje lastig. En twee mensen die werden wel bijgestaan door de coach.
één meisje die heeft heel erg lang in coma gelegen. Die was eigenlijk niet zo geboren, maar die heeft dus iets gehad waardoor ze in coma is geraakt. Ik weet niet meer precies wat. Ik ga even mijn camera in de andere hand houden. Maar die was dus nu zodanig beperkt dat ze... ze reed bijvoorbeeld wel een 45 kilometer autootje. Ze werkte voor Brownies en Downies. Dat is een heel bekend concept. Ik weet niet of je ermee bekend bent. Het is een soort lunchroom. En daar werken dus mensen die een beperking hebben. En eigenlijk allerlei soorten beperkingen. Met mensen met allerlei soorten beperkingen werken daar. Daar werkte ze, maar ze deed volgens mij ook nog iets anders. Maar dat weet ik niet helemaal meer. Maar ik merk wel dat die mensen zijn lang niet zo kieskeurig als dat je... mensen hebben die geen beperking hebben, want ze vonden het ook heel, ja, ze mochten ook gewoon een beperking hebben, die mensen waarmee ze gingen daten, dat vonden ze allemaal prima. Ze hadden natuurlijk wel wat eisen, maar volgens mij vond het heel belangrijk dat de jongen niet stonk. Nou, ik denk dat iemand zonder beperking dat ook heel belangrijk vindt, want stinken is natuurlijk wel een van de smerigste dingen die je kunt tegenkomen. Nou, die ging naar de Efteling, hartstikke leuk. En ze wilden allebei op een nieuwe date. En er was één meisje, die was er eigenlijk niet echt over uit of dat ze met een jongen of een meisje moest daten. Dat maakte haar ook niet uit. Uiteindelijk was het dus een meisje geworden. En toen ik haar zag, dacht ik ook wel van, nou ja, ik denk dat een meisje beter bij jou past. Omdat ze zelf best wel jongensachtig was. Als je haar zag staan, zou je ook gewoon denken, ze had heel kort haar. Zou ze ook prima voor een jongen doorgekund hebben. Dus die ging met een meisje daten. Die gingen naar het stadion van Ajax. Kregen ze een rondleiding. Ze waren allebei groot Ajax en hielden van voetbal. Nou, die wilden ook allebei nog wel weer op een date. Dus dat was wel heel erg leuk om te zien. Soms ook wel een beetje grappig hoe die mensen gewoon denken. En niet grappig op een manier van dat je iemand uitlacht. Maar gewoon, ja, bijzonder hoe die mensen over dingen zo anders kunnen denken als iemand zonder beperking. Dus ja... Net allemaal iets makkelijker leek het. Dus dat hebben we gekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken en ik heb Rex gekeken. Dus dat was mijn avond. Ik heb nog een artikel geschreven. Ik heb foto's ook al bewerkt. De vlog is ook al af. Dus dat is allemaal positief. Ik had gisteravond wel weer een spin. En dat vind ik nu alweer een nadeel aan die lente. Ineens komen de spinnen uit alle gaten en hoeken. En dan hoor ik altijd wel, als je een schoon huis hebt, komen spinnen daarop af. Maar dit zijn van die vieze spinnetjes met zo'n dikke lijfje. Het zijn een beetje een dikke soort spinnetjes, maar wel klein. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik ben geen spinnenkenner, zal het ook nooit worden. Een spin is een spinnen voor mij. En ik word dan helemaal panisch. Ze zegt moeder al, ja, je moet ze laten zitten. Ik zeg, nee mam, ik ben bang voor spinnen, dus ik ga ze niet laten zitten. Ja, als je niet bang bent voor spinnen, dan vind je het misschien niet zo erg om te laten zitten. Maar ik kan er niet tegen. Ik heb een angst voor spinnen. Spinnen en ik zijn gewoon verschrikkelijk. Ook als ik in bed lig, ga ik eerst om me heen kijken of er geen beest zit. Want anders moet dat beest eerst weg, want anders kan ik niet slapen. Maar goed, jullie weten inmiddels al een tijdje dat ik een spinnenfobie heb. Want ik heb het al heel vaak verteld. Maar echt elke keer. Dan heb je zoals gisteren had ik de gang natuurlijk schoongemaakt. En dan zit er weer eentje op mijn magnetron. En ik van, gadverdamme, ga weg. Goed. Ik ga zo meteen mijn woonkamertje doen. Ik ga even lekker muziekje aanzetten. Eventjes lekker hier alles schoonmaken. Want de geur van de fondue of gourmet hangt er ook nog steeds een beetje. Dus alles even lekker schoonmaken. Mijn wasje die hangt ook. Ik moet eventjes die handwas ga ik even aanzetten met dat matje van de kattenbak. En daarna ga ik even mijn haar werven. Want mijn haar ziet er niet meer uit. Ik kan jullie een beetje laten zien. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar het is heel erg donker aan het worden. En ondanks dat ik wel nergens kom. Ja, supermarkt. Maar oké. Ondanks dat ik verder geen bijzondere dingen doe. Vind ik het toch belangrijk. Ook al is het een corona. Hebben we een crisis. Om er verzorgd uit te blijven zien. Dus mijn haar, dat moet echt eventjes gebeuren. Dus ik ga even mijn spullen pakken. En dan ga ik jullie er hierbij zitten. En dan ga ik daarna mijn haar maar even verven. Want ja. Ik vind het echt even nodig. We'll be right back.
Zo, de woonkamer is schoon. Dat is wel lekker. Ik ga nu eventjes mijn haar knippen en daarna even verven. Zal ik er niet bij zitten. Ik ga dit keer in de keuken doen. Dus ik zal de camera in een keukenkastje neerzetten. En dan gaan we het maar eens eventjes verven. Want dit ziet er echt niet meer uit. Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. En ja, laten we hopen dat het weer goed gaat. Maar meestal wel. Dus eventjes de puntjes knippen en dan in de verf maar. De camera is leeg, dus ik film even met mijn telefoon. Nou ja, Amy Winehouse is back. Nee, het is wel eens meer Amy Winehouse geweest, zo'n soort spinkapsel. Maar goed, zo werd het beste. Ik denk dat alles goed geraakt is. Dus ja, ik ben er ook altijd best wel snel klaar mee. Maar het komt omdat ik het al zo lang doe. Puntjes geknipt, daar heb ik jullie niet bij gezet. Over de prullenbak gedaan, leek me wel zo handig. En ik gebruik wel gewoon een kapperschaar trouwens. Ja, heerlijk gevoel. Schoon huis, schone woonkamer. Ja, het is gewoon allemaal lekker. De wasmachine is nu aan het centrifugeren, want ik heb dus dat matje gewassen van, voor de kattenbak. Dus die zal straks ook wel klaar zijn. Ik ga nu nog even lekker relaxen, verder niks meer doen. Ik heb nog even wat aan mijn bullet journal gedaan. Dat er nog eigenlijk wat tijd over was, maar niet zo heel erg veel. Katten hebben net gegeten en ja, dat is het eigenlijk. Vanavond kijk ik Frans Bauer. Goed voor elkaar heet dat. Als ik het goed heb. En daarna kijk ik Steen Rijkstraat Arm. Neem ik dan even op. En neem Hart in Actie ook even op te kijken van de week dan nog wel eventjes. En Rex en Gossip Girl. En dan morgenochtend even boodschapjes doen. Dus dan ga ik morgen even kijken wat ik verder ga doen. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu een beetje de planning. Niet heel bijzonder. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Ik ga even lekker relaxen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is de 16 april. Ik ben een tijdje geleden al klaargemaakt, vandaar dat mijn make-up niet helemaal mooi meer zit. Ik heb een beetje een rode neus, want ik heb heel erg last van een loopneus. Nog steeds. Maar ik heb boodschappen gedaan, die zal ik jullie zo even laten zien. Het was even heerlijk op de scooter nu om te rijden. Het was echt even heerlijk weer. Het was echt even heel erg prettig. Vandaag op de planning, ik moet toch even de video opnieuw opnemen. Ik was niet tevreden. Ik hoop dat ik nu de juiste instelling heb gevonden. Dus dat ga ik straks even naar kijken. Het is wel wat laat, want ik heb net mijn belgesprek gehad met degene die dus altijd komt. Even wat dingen doorgesproken. Dus dat gedaan. Gisteravond heb ik naar Frans Bauer gekeken. Was heel mooi. Was een laatste aflevering. Was ook een soort iets met honden, zeg maar. Mijn vrouw had een hondenschool. En die honden die begeleiden dus mensen die moeite hadden met dingen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld heel eenzaam waren. Maar bijvoorbeeld een meisje die had het syndroom van Down. Die vond het heel moeilijk om dingen te vragen. En door die hond ging zij een stuk vooruit. Het was echt super mooi om te zien. Dus hoe mensen kunnen opleven door honden, dat was echt super mooi. En het andere was bij het Leger des Heils, dus dat was ook wel heel erg mooi. Daarna heb ik naar Steenrijk en Straat Arm gekeken, dat was ook wel een hele mooie uitzending. Ja, dat gezin die mocht kleding uitzoeken in bij een kledingwinkel. Ik moet wel zeggen, dit waren wederom twee mannen die in de rijke categorie zaten. Ik vind die mannen sympathieker. Ik vind heel vaak bij die afleveringen, die vrouwen... Ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar dit is mijn mening. Die vrouwen vind ik vaak een beetje bitchy, net of ze het uitstralen. Tijgertje is super vervelend hoor. Die wil de hele dag bij me en is de hele dag iedereen aan het aanvallen. Die vind ik toch wat gemeener soms. Gemeener, ja, ik weet niet. Ik vind ze gewoon wat minder sympathiek. Maar dit was ook weer een hele mooie uitzending. En ze mochten ook nog even op vakantie gaan houden. Die mannen hadden ook nog een huisje in Spanje. Daar mochten ze heen. Dat was echt super mooi. Super lief. Hele mooie uitzending. Ik heb Gossip Girl gekeken en ik heb Rex gekeken. Dus dat was allemaal top. Ik ga zo dan even stofzuigen en dan even de video opnieuw opnemen. Ik zal eerst zo even de boodschappen laten zien. Ik heb ook mijn lichtdoornpleisters gehaald. Dat was ook top.
Dus dat was heel erg prettig. Daarna heb ik, ik ben ook nog even bij de HEMA geweest. Zal ik jullie zo eventjes laten zien wat ik daar gehaald heb. Even wat beantwoorden. En dan gaan we eventjes naar de keuken. Want ik heb daar de boodschappen staan. Er zitten al dingen in de vriezer. Mijn patat zit er al in. Een paar dingen pasten niet. Maar wat ik even bij de HEMA had gehaald, dat zijn dus van die gastendoekjes, noemen ze dit. Maar die hang ik dus altijd in het toilet. En die van mij die waren heel dun geworden. En ik vind ze van de HEMA gewoon heel erg fijn. Dus ik heb gewoon een aantal kleuren. Ik heb een gele, mosterdgeel, een grijze. Eigenlijk heb ik gewoon alle kleuren waar ik ook handdoeken van heb. Ja, grijs, zwart. Groen. Een blauwe. Een grijze. Een roze en nog een donkerblauwe. Dus dat zijn even die handdoekjes. Die moeten even in de hand wassen, anders nemen ze geen vocht op. Ik heb aardappelschijfjes hier nog in zitten. Ik heb nog een jusje. Een broccolietje. Ik heb ook bonen. Die moet trouwens even in de vriezer, die broccoli. Chocomel. Dat tandpasta. Deze was nu met 50% korting. Maar mijn tandpasta schoot op. En ik dacht, goh, deze was nu geloof ik nog 2 euro zoveel. Dus laat ik gewoon 2 pakjes halen. Dan heb ik even ingeslagen. En dan had ik nog patat en heel veel wat vleesdingen. Zoals schnitzels en mijn slaapvinkjes. Dat soort dingen. Maar die heb ik dus al in de koelkast gelegd. En dan eventjes de likdoornpleisters. Gewoon van het kruidvatmerk. Gewoon even om te proberen van wat gaat dit zijn. Ik ga nu even de stofzuiger erheen trekken. En dan ga ik die video even opnieuw opnemen voor jullie. Want dat lijkt me nu gewoon even handig om te gaan doen. Dus dat ben ik even van plan. Ja, laten we dat maar even gaan doen, want het is al vrij laat en vaak ben ik er nog wel even mee bezig. Dus ja, dat ga ik nu maar eens even doen. Oké, de video staat er wel op. Ik heb het even moeten filmen met mijn vlogcamera, want de batterij van mijn spiegelreflexcamera was leeg. En ik moest hem echt nu opnemen, omdat ik het morgen niet ga redden. Dus dat was even jammer, maar dat heb ik dus maar even gedaan. Ik ga even de spullen opruimen. Ga ik toch nog even wat neerzetten om te bullet journalen. Kan ik nog heel even iets doen. En dan kan ik jullie daar nog even bij zitten, want dan moeten de katten straks eten. Dus ik heb vandaag niet heel veel gevlogd. Maar ja, ik ben ook wel even lekker buiten geweest. En dat was ook wel even heel erg prettig. Ik echt zeggen dat ik ervan genoten heb. Ik ruim dit eventjes op. Dan is de video in ieder geval klaar. Dat is ook wel prettig. En dan zet ik jullie er zo eventjes bij als ik ga bullet journalen en ik heb dit opgeruimd. Ik zal niet heel veel doen, maar eventjes gewoon erbij zitten is misschien toch nog wel even leuk. Zodat je toch nog wat hebt om naar te kijken. Trouwens, mijn haar is super goed gelukt, want dat was ik helemaal vergeten. Maar ik ben echt heel erg blij met mijn blonde haar. Ik voel me weer helemaal verzorgd en helemaal blij. Dus dat wou ik nog wel eventjes zeggen. Klaar. Toch nog even gebullet journal. Toch nog alles afgekregen. Dus dat is top. Verder niet heel veel bijzonders. Jawel, ik moet zo eventjes de camera wegleggen. Want die moet even straks op opladen. Ik ga ook straks die nagellak eraf halen. Want het ziet er eigenlijk al niet meer uit. Ik heb heel veel chips. En dan ga ik me aan irriteren. Dus dan haal ik het er net zo lief af. Ik had trouwens nog een schrikmomentje. Dat had ik nog niet verteld. Ja, lieve schat. Ik kwam thuis en ik was muis kwijt. Shit, waar is de muis nu? Roepen, roepen, roepen. Muis, muis, muis. Kijken onder de bank. Overal onder kijken. Geen muis. Maar toen ik thuis kwam, stond wel de sokkenla open. Want die kunnen ze zelf open krijgen. En er lag een sok uit. Dus ik heb die sok er weer ingeduwd. Ik heb die laad ingeduwd. Ik zat na te denken. Ik wist gewoon zeker dat ze niet naar buiten geglipt kon zijn. Maar toen ergens iets in je wordt paniekerig. Ik trok die la open. Lag muis in die la te slapen. Hele opluchting, maar waarom ga je als kat in een la slapen? Waarom zou je dat doen? Oh, echt. Ik zie er trouwens echt heel slecht uit. Maar ja, goed. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik heb echt een huis vol spinnen. Het is echt weer, het wordt weer lente en de spinnen komen weer aan. Echt verschrikkelijk. Ik heb er nou weer eentje weggehaald vanmiddag. Oh, ik word er zo na van.
Vanavond kijk ik dan Goede Tijden en Gestalkt. En daarna meester Frank Visser, hoe is het nu met ze? Dus dan gaan ze terug naar zaken waar ze zijn geweest. Om te kijken hoe het dus nu met die mensen gaat. Ben ik wel benieuwd naar. En Glee. Nee, Glee. Kijk, helemaal geen Glee meer. Gossip Girl. En vanavond kijk ik weer Oogappels. En ik neem even tv-kantine op. Dan kan ik je morgenavond kijken. Want daar heb je nu de leukste momenten van. Dus dat ga ik even doen. Ik moet nog even foto's bewerken. En voor de rest lekker rustig avondje op de bank met de laptop. Ik teken ervoor. Straks eventjes douchen en koken. Ik heb heel erg last van mijn maag. Mijn darmen zijn een beetje van streek. Dus dat is niet zo heel erg prettig. Maar goed, dat zal ook wel weer goed komen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Sorry dat ik niet zo heel veel heb gevlogd. Maar ja, soms heb je van die dagen dat het even iets anders loopt. Ik ga jullie nu in ieder geval morgen zien. Want ik ga even lekker relaxen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 17 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een hele felle lipstick op. Die ben ik aan het testen uit een lijn van Catrice. Maar ik vind hem eigenlijk best wel mooi. Ik hou wel van wat fellere kleuren. Mijn make-up zit nu wat smoother als gisteren. Omdat ik al een beetje rood was geworden door dat ik buiten was geweest. Vandaag op de planning staat de slaapkamer. Het is ook nog vrij vroeg. Het is 14:50. En ik heb om 3:00 een videobelafspraak met degene van waar ik normaal de therapie van krijg. Dat is ook wel even spannend, want hoe gaat dat? Het is wel lekker dat je nu in je eigen omgeving zit. Ik weet ook niet eens meer wanneer ik nou voor het laatst geweest ben. Of het nou 1,5 maand is. Ik twijfel even of ik nou begin maart nog een keer ben geweest. Of dat wel echt eind februari was. Maar in ieder geval, we hebben elkaar natuurlijk al een tijd niet meer gezien door de corona. Dus ik heb nu straks om 3:00 heb ik mijn eerste video wel afspraak. Ik mocht kiezen om 10:00 vanochtend of om 3:00 vanmiddag. Ik dacht, nou laten we maar 3:00 vanmiddag doen. Ik werd 10:00 net een beetje aan de vroege kant. Kijk, als het niet anders was geweest, dan was het niet anders. Maar het kon gewoon. Dus dat was prima. Dus dat heb ik straks ingepland. Dus ik duik straks iets voor 3:00 achter de laptop om dat te gaan doen. Bij de slaapkamer ga ik jullie gewoon erbij zetten. Daar ben ik ook wel heel blij mee om die te gaan schoonmaken. Want ik vind hem alweer vies. Ik wil lekker mijn bed weer schoon. Mijn bed is weer zo... ik heb weer zo liggen zweet door alle nachtmerries. En verschrikkelijk. Ik lag ook in bed gisteravond en ik had zo'n kramp in mijn benen. Ik denk gewoon dat ik het heel erg koud had. En misschien was ik ook wel gewoon moe. Omdat ik natuurlijk gisteren even lekker op pad ben geweest. Op gepaste afstand overigens, mensen. Dus dat voelde ik heel erg. En ik had ook weer heel erg last van heel lange teennagels. En dan kan ik ze op een gegeven moment een beetje ombuigen. En dan ga ik het weer wegveilen. Want ik kan daar niet tegen. Tegen lange teennagels. En nou, als we nog twijfel hadden of ik gezond ben. Nou, dan kan ik wel merken dat ik gezond ben. Want mijn teennagels groeien hard. En mijn vingernagels ook wel. Die zijn momenteel echt zwaar beschadigd. Ik heb de nagellak eraf gehaald. En ze zijn heel erg kort. Want ze werden weer wat slechter. En mijn haar groeit natuurlijk ook gewoon super hard. Dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat ik een beetje last heb van mijn darmen. Althans, dat heb ik eigenlijk de hele week al een beetje. En gisteren was het echt op het toppunt. Ik kon op een gegeven moment tot 3 keer toe naar het toilet. En voor mij is dat eigenlijk pas sinds een paar jaar. Ik heb heel erg last gehad. Ik weet niet of jullie vinden het misschien helemaal niet interessant om te weten. Maar ik wil het toch even vertellen. Omdat ik natuurlijk medicijnen slik, heb ik op een gegeven moment medicijnen gekregen. En die zorgden eigenlijk heel erg voor obstipatie. Dus ik was gewoon eigenlijk heel erg verstopt. Ik kon bijna niet naar het toilet. Als ik 1 keer in de 2 weken kon, was het voor mij veel. En 2 keer in 2 weken, nou dat was het toppunt. Maar ik wist niet beter. Sorry, ik heb echt zo last van een loopneus. En ik kreeg al een reactie over dat het heel goor is dat ik steeds mijn neus ophoud. Dus ik probeerde er heel erg aan te denken. Maar goed, ik had, dat was voor mij dus echt gewoon heel veel. Als ik zo vaak kom. Dat ga je dus even niet doen, vriend. Je kan naar de kattenbak. Dus dat was voor mij dan heel erg veel. Dus op een gegeven moment ben ik gestopt met die medicijnen. Want ze vroegen toen, zou ik ervoor openstaan om andere medicijnen te proberen? Nou, dat vond ik eigenlijk prima. Want omdat die medicijnen die ik toen de tijd gebruikte ook niet heel veel meer deden. Ik slikte ze ook al super lang. Dus op een gegeven moment toen moest ik dus wel een soort van afkicken van die medicijnen. En ik heb toen ook gelezen dat eigenlijk afkicken van dat soort medicatie hetzelfde is als afkicken van een drugsverslaving. Nou, ik ben nooit verslaafd geweest, gelukkig, aan drugs. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Dat wil ik ook echt zo houden. Ik ben eigenlijk wel anti-drugs. Maar
je moet bedenken dat ik van, het is wel langzaam afgebouwd, maar je krijgt op een gegeven moment krijg je toch ontwenningsverschijnselen. Je krijgt het koud, je krijgt het warm, je gaat rillen. Je voelt je eigenlijk helemaal niet lekker. Je voelt je gewoon zwaar vervelend. Maar sinds die tijd kan ik eigenlijk weer veel beter naar het toilet. En is eigenlijk het verstopte gebeuren is gestopt. En voor mij is dat eigenlijk nog steeds soms een beetje wennen. Dat ik nu best wel vaak naar het toilet kan. In plaats van voorheen. Ik moet even een appje beantwoorden. Ik kreeg even een appje binnen van degene die altijd bij mij komt. Die zou eigenlijk ook aansluiten bij de therapie sessie. Maar die gaat het niet redden. Dus dat appte ze eventjes. Dus dan ben ik gewoon even alleen met degene die de therapie geeft. Ze hebben het zo opgebouwd, het systeem, dat meerdere mensen kunnen aansluiten. In dit geval is degene die altijd met mij meegaat, dus ook normaal gewoon altijd aanwezig bij de therapie. Tenzij zij bijvoorbeeld belangrijke telefoontjes moet doen, dan ga ik ook wel eens alleen. Maar over het algemeen is zij erbij, maar ze gaat het dus nu niet redden om aan te sluiten. Dus oké, geeft niet, is niet anders, volgende keer beter. Maar goed, even om terug te komen op mijn verhaal. Sindsdien kan ik dus weer heel goed naar het toilet. Ik ben er nog steeds soms een beetje aan het wennen dat ik ineens gewoon best wel regelmatig kan. Ik weet dat dit heel goor klinkt ook hoor. Maar ja, vandaar dat ik nu dus gewoon wat meer last van mijn darmen heb. En maar goed, dat was dus even dat verhaal. Gisteravond heb ik gekeken naar Gestalkt. Dat was echt heel heftig. Die man die was ook al, die probeerde eerst al, hij wilde beroemd worden. Hij heeft ook gerapt. Nou ja, ik ben zelf niet bekend in de rap scene, dus ik weet ook niet. Ik kende die nummers ook niet. Ik ken Ali B. Ik ken een Yeser, maar ik ken een Brace. Maar daar houdt het wel een beetje bij op. Eminem ook nog wel, maar ja, echt rapmuziek is sowieso mijn ding niet. Nou, dat was allemaal niet gelukt met die man. Toen ging hij vloggen, maar het was gewoon een naamalletje. Hij heeft dus ook al gezeten in een ander programma, dat heet Voor de Rechten. Dat was op RTL 5. Heb ik zelf nooit gekeken, maar daar bleek er dus ook al in te zijn. En toen zei hij ook voor die camera, ja, kijk maar, ik ben Holleder, maar dan de zwarte versie of zoiets. Nou, ik dacht, dan ben je toch niet goed als je jezelf vergelijkt met Holleder. Dat was heel heftig. Die man die mishandelde zijn vriendin. Zij is best wel een tijdje gebleven. Maar toen had ze op een gegeven moment 2 kinderen met hem. Toen is ze toch vertrokken omdat hij gewoon bleef mishandelen. Heeft ze uiteindelijk wel haar kinderen gekregen. Maar ze had dus nu inmiddels ook een nieuwe relatie. Ze had ook nog weer een kindje met die nieuwe man waar ze een relatie mee had. En ja, hij bleef doorgaan. Hij is ook al een paar keer heeft hij een paar keer weer gezeten voor een half jaar lang. En hij had straatverbod, maar hij bedreigde alles en iedereen. Zelfs politie. En ja, het was gewoon heel erg apart dat je zo kan doen. Uiteindelijk heeft Thijs hem wel geconfronteerd. Ik zei ook echt, oh, ik belde op een moment dat je dit nog durft. Ik zou dus echt niet bij zo'n man in de buurt durven komen. Maar ja, die mannen die hebben gewoon stalen zenuwen. Alberto Zegeman, precies hetzelfde. Maar die Thijs Zeeman ook. Ze gaan gewoon die mensen confronteren. En er is natuurlijk wel, zijn natuurlijk wel een hoop mensen bij. Maar ik bedoel, ze moeten 1 keer uitslaan. En je hebt wel een mooie bloedneus te pakken. Of iets ergers. Uiteindelijk durfden ze nu weer wat meer naar buiten. Het was wel wat minder. Het was nog niet helemaal gestopt. Maar het ging gelukkig wel de betere kant op. Dus dat was wel heel fijn. Daarna heb ik naar meester Frank Visser gekeken. Hoe is het nu met? Daarin gaat Victor Brandt gaat terug naar zaken die ze hebben behandeld. Om te kijken hoe gaat het nu? Hoe is het naar de rechtszaak allemaal verlopen? Hoe ervaar je leven nu? Is het verbeterd? Zijn er nieuwe problemen? Ja, daar kunnen ze dan niet zo heel veel mee. Eén stel die was inmiddels verhuisd. Dus ja, eigenlijk, dan denk ik, ja, ze zeiden ook nee, maar die plannen die lagen er ook al voordat we meededen aan het programma. Dan denk ik van, waarom start je dan zo'n hele procedure op? Wil je dan met je gezicht op tv of zo? Want ja, je start zo'n hele procedure op en je bent eigenlijk toch van plan om te gaan verhuizen. Ze waren 2 maanden na de uitspraak, waren ze al weg. Ja, dan denk ik van, ja, waar ligt dan je verstand? Maar goed, hè. Dat is mijn beslissing of mijn gedachtegang. Ik heb
Gossip Girl gekeken. Ik heb Oogappels gekeken. Het slechte nieuws is wel dat ik een nieuwe serie nu moet bedenken. Want Oogappels, ik moet wachten op de laatste 3 afleveringen. En ik heb nu aflevering 7 gekeken. En er zijn er nog 3, maar die zijn dus nog niet op tv geweest. Dus die, ja, daar moet ik even op wachten. Dus ik moet even kijken of ik een nieuwe serie kan bedenken. Want het zou wel even leuk zijn. Want ik mis dat wel. Ligt er hier eentje te knuffelen met mijn tafelkleed. Ben je wel goed? Hé, hey, gaat goed? Jij moest naar de kattenbak. Ga eens naar de kattenbak dan, Mickey. Mijn tafel is ook gegaan. Ook steeds beter, moet ik zeggen. Dus dat is ook goed nieuws. Ik ga nu eventjes stofzuigen. Dan ga ik de spullen pakken in de slaapkamer. En dan ga ik even kijken hoe ver ik kom. En dan, anders maken we na het video bellen even af. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Dus we gaan het eventjes meemaken. Ik ga eventjes in ieder geval wat doen. Zo, het is inmiddels 2:50 geweest. Ik heb het nog niet helemaal afgekregen. Ik ga even wat drinken en dan ga ik zelf vast de laptop opstarten. Dan ben ik in ieder geval om 3:00 klaar. Dan maak ik het er nou wel even af. Ik ben in ieder geval wel heel ver. Maar het is helaas nog niet helemaal af. Had ik misschien ook niet helemaal verwacht. Want het is toch wel vaak wat meer werk dan ik in eerste instantie altijd in de gaten heb. Ik ga even Tijger weghalen. Ga ik even mijn dingen doen en dan gaan we zo eerst maar even video bellen. Zo, de camera is alweer leeg, de batterij. Maar dat komt ook omdat ik gisteren even dus die video had opgenomen met die camera. Dus die ga ik straks op de oplader leggen. De slaapkamer is schoon. Het videogesprek ging ook goed. Het werd alleen iets later. Ze had mij een mailtje gestuurd om 5:30 van goh, ik vind het ergens als het iets later wordt. Het loopt een beetje uit. Nou ja, geen probleem. Toen heb ik eerst mijn slaapkamer afgemaakt. Toen was ik eigenlijk met de groente bezig. En toen startte ze het videogesprek. Dus dat was prima. Dus dat hebben we nu gedaan. Groenten afgemaakt, katten hebben gegeten. Ik heb nou volgende week weer video bellen. Het was nu vooral een beetje van, hè, hoe gaat het? Hoe sta je erin? Hoe voel je je nu met deze coronacrisis? En nou ja, goed. We gaan nu gewoon verder proberen de dingen wat op te pakken. Dus dat is wel top. Het is gewoon fijn dat ze dat op deze manier kunnen doen. Zodat je toch een beetje in contact kunt blijven. Ook al kun je elkaar niet zien. Het is natuurlijk wel beter face-to-face. Maar ja, het is wel gewoon een fijn iets wat ze hebben uitgevonden. Dat dit nu kan. Want ja, we weten natuurlijk niet hoe lang het duurt voordat je elkaar echt weer kan zien. Dan zou het heel lang stil liggen. Dus dit is wel heel prettig. Ging ook gelijk heel goed. Ze zei ook van, ze had een mailtje gestuurd van de week van, nou, probeer het maar even. En als het niet lukt, dan hoor ik het wel. En ik had al gelijk, ik had ernaar gekeken. En ik dacht, oh, dit is echt heel makkelijk. Het is wel handig, omdat ik dat eigenlijk best wel goed ben met computers. Ik zat er gelijk zoiets van, dus ik had gelijk al teruggemeld. Oh ja hoor, maar het is wel gelukt. Zo, dus dat vond ze wel leuk. Dus dat eigenlijk. Ik ga even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Tintje voor de Music. Dat is een nieuw seizoen. Dat vind ik altijd wel leuk. En dat komt nu. Dus dat vind ik wel leuk om 8:30. Ik wil eigenlijk nog een stukje tv-kantine kijken. Dus ik ga even kijken of ik dat red. En ik moet even iets weggooien. Want er ligt nog een zakje, geloof ik. Ja, zie. Er ligt hier nog een zakje van het eten.
om de katten. Kom, weg. Dus dat ga ik kijken. Daarna heb je weer het programma ook met die kinderen. Die dan hun mening gaan geven over met wat programma's op televisie zijn. Dat vond ik ook super leuk vorige week. Ik ga nog even kijken of ik een andere serie kan vinden in plaats van Oogappels. Maar ik kijk sowieso weer Gossip Girl. Ik moet nog een blogbericht schrijven en ik moet de video nog in elkaar zetten. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Niet heel bijzonder. Dus ja, wordt verder wel fijn. Ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Want ik ben best een beetje moe naar de slaapkamer doen. Maar ik heb weer lekker schoon bed. Ik ga vanavond top slapen, hoop ik. In ieder geval een lekker schoon bed. En alles is weer lekker stofvrij. Lekker gedweld. Dus daar word ik altijd wel blij van. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 18 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vandaag niet echt een hele grote planning of zo. Ik wil eventjes mijn wasje opvouwen. Eventjes nog een nieuw wasje aanzetten. Wat handdoeken wassen. Ik heb gisteravond de zwarte was opgehangen. Die had ik even gedraaid. Ik moet wel even mijn teennagels knippen. Gewoon even stofzuigen. En gewoon even wat bullet journalen. Dus het is niet heel spannend vandaag. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb wat dingen teruggekeken. Allereerst heb ik gekeken naar Brits Gouden Ouwe. Dat is een programma met Britt Dekker die meeloopt in een verzorgingstehuis. Ze loopt nachtdiensten of avonddiensten, ochtenddiensten. Ik moet nu niezen. Oh. Ja. En zij helpt dus mensen, mag ook meehelpen met aankleden, maar ook met naar bed brengen. En ze heeft een soort bus neergezet, daar kunnen mensen wensen in doen. En die wensen variëren heel erg. Ze hebben nu twee wensen gehad. Eén wens was van een mevrouw die wilde heel graag naar een boerderij toe. Die vond koeien heel erg leuk. Dus nou, die ging naar een boerderij. Die was helemaal blij. Een andere wens was dat ze echt een rookworst zouden krijgen bij de stampot. Want dat miste ze heel erg. De worsten die daarbij geserveerd werden, die vonden ze niet lekker. Dus toen heeft zij voor een heel jaar rookworsten ingekocht. Dus het zijn hele verschillende wensen. Dus dan heb ik eventjes gekeken. Daarna heb ik eventjes de tv-kantine teruggekeken. Nou, was op zich wel leuk, maar het was eigenlijk een soort van het beste van. En het zijn natuurlijk wel allemaal dingen die je al hebt gezien. En ik weet ook niet of ik dit de leukste beelden vond die erin zaten. Maar het was wel even vermakelijk om naar te kijken. Omdat je eigenlijk op vrijdagavond helemaal niks hebt. En ik zei tegen jullie van ik ga kijken naar Thank You For The Music. Dat heb ik dus niet gedaan. Omdat ik dacht dat het nieuwe afleveringen waren. Maar het waren herhalingen. Ja, die kende ik allemaal. Daar had ik gewoon geen zin in. Je zit nu zo in die herhalingflow. En gelukkig hebben we een knop op de televisie, waardoor we dus gewoon iets anders kunnen kijken. Er zouden wel nieuwe afleveringen aankomen, maar ja, dat kan dus nu ook niet in verband met corona. Dus ja, vandaar dat ze dus maar herhalingen uitzenden. En naar de tv-kantine heb ik gekeken naar die Kijkbuis Kids. Dat zijn dus die kinderen die tot volwassen televisieprogramma's gaan kijken. En nou, super leuk. En ik moest heel erg lachen. Want er zat dus ze keken naar het perfecte plaatje. En ze hadden in het perfecte plaatje. Wacht even, ik beantwoord het eventjes. En dan praat ik verder. In het perfecte plaatje zit altijd een onderdeel, daar zit ook een naaktshoot bij. Dus dan gaan die bekende Nederlanders, die moeten een shoot doen met naakte mensen. Nou, dat item lieten ze zo die kinderen zien. Dus dat was natuurlijk gieren en lachen. En ja, dat snap ik helemaal, want je ziet die mensen wel volledig naakt. Dus ze moesten heel erg lachen. Nou, ik moest er ook wel een beetje van meelachen om hun reactie gewoon. Op een gegeven moment zegt één zo'n jongetje, ja, ik kan ze niet zo heel makkelijk schatten, maar ik denk dat ze een jaartje of 11 zijn. Ja, maar als je naakt wil zien, dan kan je toch naar een website gaan. Nou, toen had ik het helemaal niet meer, toen hij dat zei, toen ik dacht van, oh jochie, hoe weet je dat op jouw leeftijd? Nee, dus echt gewoon, wow, dat vond ik wel heel gek hoor, dat ik dacht van, oké, jij weet dit gewoon. Maar het was ook wel heel grappig hoe hij dat zei. Ze keken nu bijvoorbeeld ook naar Man bij het Hond en ze keken, dat heb ik zelf nooit gezien. Dat is nu natuurlijk op SBS 6 wordt dat uitgezonden sinds een tijdje weer. Er was een man die leefde als piraat of zo. Die droeg piratenkleding. Nou, vond ik ook heel gekkig. Want ja, dan vraag je natuurlijk wel een beetje om aandacht. En ze keken naar De Slimste Mens.
Oh ja, en een programma dat is op SBS6 geweest. Dan moeten mensen, die gaan ja, naar een plek toe waar mensen dus heel anders leven. En deze mensen, ik weet dus niet meer hoe het programma heette. Die gingen naar een plek en dan moesten ze dan slapen. Die mensen die leefden op begraafplaatsen. Dus er lagen daar en mensen begraven, maar mensen wonen en werkten daar ook. En die jongen van dat gezin, die zoon, die was echt heel, heel ijdel. Haren altijd netjes en had zijn billen al 2 keer laten vergroot of zo. Nou, dat wekte natuurlijk ook wel weer lachwekkende reacties op bij die kinderen. Er zaten dus allemaal kakkerlakken in dat ding waar hun moesten slapen. In dat ruimtetje. Nou, heel goed in ieder geval. Dat was leuk. Ik heb gewoon Gossip Girl gekeken. En daarna ben ik begonnen met een serie wat Lois heet. Dat is eigenlijk een serie van 2018. Is uitgezonden door de KRO volgens mij. Of NCRV. Of zeg ik nou dingen die helemaal niet kunnen? Weet ik niet. Is een politieserie. De hoofdrol is weggelegd voor Noortje Heller. Ook Raymond Thierry die speelt mee. Dat vond ik wel heel erg leuk. Want die ken ik eigenlijk vooral natuurlijk uit Pinoza. En dat soort gelijke rollen. En dit keer was hij leidinggevende van dat team. Ik vind de rol die Noortje Heller speelt niet zo heel erg leuk. Want ze is heel afstandelijk. En dat merk ik heel vaak. Zij kreeg een nieuwe partner. Dat die vrouwen dan heel moeilijk doen als ze een nieuwe partner krijgen. Het is toen al begonnen bij Flikker Maastricht. Hè, dat Angela Schijf toen Wolfs als partner kreeg. Nou, dat ging eerst al helemaal niet. Toen later had je die politie-serie met Jolante, waar ik de naam even van kwijt ben. Die kon ook de nieuwe partner niet accepteren. En dat is bij haar dus ook precies zo. De partner die zij eerst had, heeft ervoor gezorgd dat hij ontslagen was. Dus mensen waren helemaal boos op haar. Haar collega's die vonden het helemaal niet leuk om onder haar te werken. Maar ze zijn dus nu met een zaak bezig waarin mannen vermoord worden. Ze worden op hun hoofd geslagen met een hamer. Hun geslachtsdeel wordt er afgesneden en het wordt in de mond gestopt. En de kijker weet wie de dader is. Maar ik ben wel heel benieuwd wat het motief achter deze daden is. Want er speelt iets, maar ik ben er nog niet achter wat dat is. Het is eigenlijk het is uitgezonden als miniserie. Maar nu doen ze het. Ik kijk hem. Het duurt in totaal zo ongeveer 4 uur. Dus ik kijk gewoon elke keer een klein stukje. Dus nou, dat was heel erg leuk. Dus dat ga ik vanavond lekker verder kijken. Ik ga nu even mijn teennagels knippen. Mijn neus stuiten en stofzuigen. En dan ga ik jullie voor zover het lukt er gewoon bij zitten. Bij wat kan vandaag. Dus dat ga ik maar eens even doen.
Zo, katjes hebben net gegeten, dus die zijn ook weer blij. Ik heb er even opgeruimd, mijn passen viel half uit de kamer. Ik ben wel even lekker bezig geweest. De was ligt in de kast, dat is ook wel weer prettig. Nog even wachten op de handdoeken, dat die klaar zijn. Maar die zijn voorlopig nog niet klaar. Moet even kijken, pas en meten of die nog bij past. Vanavond. Ja, ik denk maar ik hou van Holland. Je hebt verder weinig. Ja, ik denk dat ik dat ga kijken. Verder deze week het eigenlijk nog niet zo consequent. En dus verder met low is. Maar ja, misschien dat ik ondertussen ook wel vast even wat voor de vlog alvast ga doen. Ik ben er eigenlijk nog niet helemaal uit. Omdat ik het nu... ja, nu wordt het tv in de weekenden weer wat saaier. Zoals nu heb je ook geen Meisje van Plezier meer. Zoals morgenavond niet. En geen weet ik veel meer. Ja, herhalingen. Maar daar ga ik dus niet naar kijken. Dus ja, ik zoek wel even wat op wat ik kan gaan doen. En misschien dat ik morgenavond wel eens even die film van Pedoza ga kijken. Ik kan vanavond ook nog even Hart in Actie terugkijken. Dus op zich, ja, de komende avond wel weer door. Straks lekker eten, even douchen. En dan lekker de bank op. En dan zie ik het verder wel. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker relaxen. En ja. Verder eigenlijk weinig bijzonders. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 19 april. Dus even lekker op de bank. En ik ga straks even stofzuigen. En even mijn foto's doen. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet echt een planning. Niet doen, tijgertje. Ik wil je oogje nog even doen. Het gaat echt een stuk beter met de ogen van het tijgertje. Dat schoonmaken met gekookt water, dat doet het echt heel goed. Ik zie nu wel dat ze een beetje een nat oogje heeft. Dus ik ga dat zo wel even schoonmaken. Ik denk dat ik het eerst eventjes ga doen. Want ja, het is mijn doorn in het oog. Zo, oogje is weer schoon. Er kwam eigenlijk geen troep uit. Bij diegene die zo ontstoken was. Bij de andere een beetje slaap, maar dat ben ik wel gewend, want dat heeft tijgertje heel erg. Tijgertje heeft altijd hele zwarte stukjes in de ooghoekjes. Maar ik denk ook gewoon dat het slaap is wat eigenlijk de mens ook heeft. Gisteravond heb ik naar Kaal van Holland gekeken. Er was verder ook niet zo heel erg veel op televisie, omdat je nu heel erg natuurlijk in de herhaling vloos, zoals ik gisteren ook al zei. Muis niet doen. Ja, je hebt wel iets van Lego Masters of zo. Dat is dan op RTL 4. Maar ik ben niet echt Lego fan. Dus lijkt me ook niet echt super leuk. Dus ik heb maar Kaal van Holland erop gezet. Daarna heb ik Hoge Bomen gekeken. Heet dat zo? Hoge Boom? Ik ga het even nakijken. Volgens mij zeg ik dingen die helemaal niet kloppen. Of dingen waarvan ik denk dat ze kloppen. En misschien klopt het helemaal niet. Ik ga even kijken hoor. Even kijken of ik het kan terugvinden. Nee, ik kan het niet terugvinden. Maar, nou ja, maakt niet uit. Het is in ieder geval een programma met Jeroen van der Boom. Die krijgt dan mensen aan zijn piano. Die keer was het Martien Meiland. En dan gaan ze een nieuw gesprek voeren. Ook wel wat meer dieper zeg maar, op de gesprekken in. Want normaal zie je hem natuurlijk alleen maar met wat goed. En hè, alles is leuk en zo. Maar nu vertelde hij ook wat meer over zijn jeugd bijvoorbeeld. Hij was 19 toen zijn moeder overleed. Zijn moeder was pas 45. Dus vandaar dat hij ook de zorg over zijn broers en zussen heeft overgenomen. Ja, dat vond hij heel normaal. Dat was in die tijd ook zo schijnbaar. Dus... Nou ja, dat zijn dan weer de wat diepere gesprekken. Zijn dochter was er bij Montana en zijn broer. En Samantha Steenwijk kwam zingen. En Cilia Romli en Paul de Leeuw. Dus het was voor een keer wel leuk om te kijken. Maar ik moet zeggen, de gasten moeten hier wel aanspreken. Dus vorige week hadden ze Rachel Haas. Dus dat heb ik dan niet gekeken. Daar heb ik niet zo heel veel mee. En volgende week heb ik geloof ik Louis van Gaal. Dus nou ja, dat heb ik in ieder geval gekeken. Ik heb ook nog even Hart in Actie teruggekeken. Dat was ook wel mooi. En daarna heb ik weer gekeken naar Gossip Girl. En ik ben nu door de eerste aflevering van Lois heen. Uiteindelijk bleek het dus zo te zijn dat dat meisje die die mannen had vermoord, heeft uiteindelijk nog één moord gepleegd. Ze wilde er eigenlijk nog twee plegen. Maar het bleek dus dat dat meisje Dis had. En Dis, dat staat dan weer voor een dubbele persoonlijkheid. Ehm...
zij kon dus veranderen in iemand anders. Die Lois is op een gegeven moment met haar opa gaan praten, want daar is ze opgegroeid. En die zei eigenlijk ja, dat het een heel opstandig meisje was. En dat kwam niet door de puberteit. Maar zij had dus, toen haar ouders die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk, heeft zij heel veel uren bij haar ouders in die auto gezeten. En waarschijnlijk kan dat ervoor gezorgd hebben dat ze dus een dubbele persoonlijkheid had. Zij wist ook gewoon echt niet meer dat ze die mannen dus had vermoord. Zij veranderde in Tamara of zo. Alleen het rare was, de tweede man die zij vermoordde, dat heeft ze dus zo gepland dat ze, die man die had een autobedrijf, daarin ging ze een proefrit maken. En toen noemde ze zich ook al Tamara. Dus aan de ene kant weet ze geloof ik wel dat ze daarin verandert, maar ze weet dus niet meer wat ze doet als dat meisje zijnde. Want de vrouw die ze later nog vermoordde, die werd dus bij haar in dat stadion. En die vroeg eigenlijk al in aflevering 1 van, kan Tamara er iets mee te maken hebben? Dus nee, dat is helemaal niet zo. Maar toen werd ze dus weer die Tamara. Toen vermoordde ze ook nog die vrouw. En ze wilde eigenlijk nog één vrouw vermoorden, want wat bleek. Zij is dus in haar jeugd is ze verkracht door die twee mannen die ze had vermoord. En er was dus één vrouw bij en die had er heel erg toe aangezet. En die wilde ze ook vermoorden. Ze heeft die uiteindelijk wel neergestoken. Maar toen werd ze dus gepakt. Die vrouw die kon uiteindelijk niet meer lopen. Dus in feite is het poging tot moord. Maar nou ja, goed. Dus dat was wel, wel bijzonder. Ik heb al een klein stukje van aflevering 2 gekeken. Maar niet heel ver. Dus nu snap ik ook wel dat er 3 afleveringen zijn. Het zijn gewoon 3 wat langere afleveringen. Met maar ja, wel 3 cases. Dus dat is wel jammer. Maar het is wel een mooie serie. Dus dat was eigenlijk mijn avond. Ik heb nog even wat aan de vlog gedaan, maar niet super veel. Dus vandaag hebben we eigenlijk een beetje rustig dagje. De zon schijnt wel, maar het is wel fris. Er staat wel een flinke wind. Ja. En soms dan even stofzuigen, straks maar even de foto's doen. Voor de rest niet zo heel veel. Ik zat even heen te spelen, maar ja. Verder niet zo heel erg bijzonder eigenlijk. En Muis die zit hier ook in jachthouding. Muis die is 8 bijna. Maar die is echt nog heel spelerig. Tijgertje ook. En Tijgertje zat net even lekker bij me. Maar weer even. Nou ja, ze deed een paar keer weer de nagels in en uit me. Dus dat deed een beetje zeer. Die zat dan even lekker te knuffelen. Dus ik ga maar even stofzuigen. Ik heb wel gisteravond mijn teennagels al gedaan. Ik heb nu zo'n pleisterstok op zitten voor de liktoren. Ik merk wel gelijk dat mijn de druk die op die voet staat wat afgaat. Dus dat de pijn wel minder wordt. Maar ik ben wel benieuwd wat het doet. Er stond verder geen gebruiksaanwijzing op dat doosje. Dus ja, ik weet niet zo goed. Volgens mij zitten er 8 pleisters in. Ze waren wel per 2 verpakt. Een soort van, ik weet niet hoe je dat noemt. Het lekker soort van aluminium verpakking, zeg maar. Even kijken wat dit doet. Als ik even Google opzoeken wat je moet doen zodra de pleister eraf gaat. Volgens mij moet je er 2 dagen of zo laten zitten. Dus ik ben wel benieuwd wat het spul gaat doen. Ik denk dat je er gewoon mee kan douchen. Dus dat gaan we vanavond maar testen. Ik ga even stofzuigen en dan ga ik mijn foto's doen. Ik ga vandaag jullie nergens bij zetten. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel zin in. Ik wil gewoon overal een beetje snel doorheen. Dus ja. Ja, dat is voor nu even de planning, dus daar ga ik maar even aan beginnen. Zo, inmiddels alles klaar. Foto's gemaakt. Even wat administratie nog gedaan. Ik heb nu ook foto's gemaakt van dit masker. Hier komt dinsdag een review van online en die ga ik dus straks testen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus dat allemaal gedaan. Katten hebben net gegeten, maar die zitten weer om mekaars eten te vechten. Katten is ook iets minder, want die speelt de laatste tijd best wel vaak uit. Maar dan zit ze wel weer op het eten van Muis te azen. Ik had Muis al in de keuken neergezet, maar eigenlijk niet de deur dicht gedaan. Ja, dat vind ik dan ook weer zo sneu. Maar misschien is het wel beter, want Muis kan zo niet rustig eten. Muis die eet het liefst gewoon heel rustig. Brokje voor brokje. En die andere is het echt zo hap, hap, hap. Alles gaat naar binnen. Dus ja, dat was even minder. Ik ga nu verder niks meer doen. Relaxen. We hebben een spelletje gedaan. Verder niet zoveel. Vanavond heb je niet zo heel veel op televisie. Je hebt wel, weet ik veel, maar dat is herhaling. Ga ik niet kijken. Misschien dat ik Pinoza ga kijken, de film. Daar ben ik ook benieuwd naar. Sowieso Cosico kijken en Rex vanavond. Verder weet ik het eigenlijk nog niet. Ik moet nog even foto's bewerken. Dus misschien dat ik dat gewoon even ga doen. Ik ga gewoon even kijken wat het verder brengt. Het is niet, ja,
Niet zo heel bijzonder. Straks even lekker douchen, eten en dan de bank op. Ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Ik heb hier verder toch niks meer te melden. En de zondagen zijn over het algemeen toch wat saaier. Dus ik ga het hierbij laten voor vandaag. Straks even de foto's opruimen. Ik ga wel mijn nagels doen vanavond. Maar ja, dat is het ook wel. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 20 april. Ik ben klaargemaakt. Vandaag op de planning eigenlijk niet zo heel veel. Even stofzuigen. Ik wil even boven de stofzuiger weer alleen doorheen trekken. Want er liggen al dode vliegen die ik even op wil zuigen. Op een of andere manier. Ik heb ze niet eens doodgeslagen. Overleven ze het boven niet. Dus dat sowieso eventjes. En even bullet journal. Ik wil even kijken wat er van mijn was al droog is. Gisteravond mijn nagels gelakt. Donkerrood. Ik heb daarvoor dit kleurtje gebruikt van Rimmel. Dit is de 043 Venus. Wel een mooi kleurtje. Je had gisteravond, weet ik veel, je kon alsnog meespelen. Maar ik heb het niet gedaan omdat het herhaling was. Ik dacht, ja, ik ken dit allemaal al. Ik ben Pinoza de film gaan wijken. Ja, ik vond hem wel even heftig hoor. Ik ga ook nooit naar de bioscoop. Maar ik ben wel blij dat ik deze film niet in de bioscoop heb gekeken. En gewoon thuis op mijn scherm. Want ik vond hem wel even heftig. Vooral het einde. Ja, ik wil er eigenlijk niet veel over zeggen. Omdat ik niet weet. Misschien zijn er nog mensen die ook heel graag deze film willen gaan kijken. En ik niet wil spoileren wat er gebeurt. Maar ik vond het wel heel heftig, moet ik zeggen. Er zaten echt wel wat dingen in dat je echt dacht op een gegeven moment van... Terwijl normaal ben ik echt tegen schieten. En nu had je echt zoiets. Oké, schiet die mensen neer. Schiet die mensen neer. En dan, ja, het einde. Ik vond het einde gewoon heel heftig. Ik had dit niet zien aankomen. Als ik uiteindelijk op Wikipedia gekeken zou hebben voordat ik de film ging kijken, wist ik al wat er wel zou gaan gebeuren. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Daarna ging ik dus even op Wikipedia kijken. En toen dacht ik, oh ja, het klopt allemaal wel. Ik moet wel zeggen wat ik een beetje lastig vond. Het laatste seizoen was in 2017, geloof ik. Ik vond het soms wel fijn dat ze even wat terugblikken lieten zien. Omdat ik niet alles meer helemaal helder had. Want we zitten er toch ja, nu 3 jaar tussen. En dan weet ik dat niet zo heel goed meer. Ja, het beste zou eigenlijk zijn dat je echt even alle seizoenen terug zou kijken. En naar die film pas zou pakken. Maar goed, zo ben ik niet. Dus dat heb ik maar gedaan. Daarna heb ik gekeken naar... Ik heb nagekeken. God, erg. Ik weet het niet meer. Een klein stukje Tineke Schouten. Maar ik heb daarna het nieuws gekeken. En ik heb gisteravond verder gewoon Rex gekeken en Gossip Girl. Dus dat was verder mijn avond. Ik heb wat foto's bewerkt. Ik heb volgens mij niet alle foto's goed geïmporteerd. Of ik ben een paar foto's vergeten te maken. Dus moet ik nog even naar kijken. Want die moet ik nog bewerken. Anders kan mijn artikel niet online. Ik heb wel het nieuwe haarmasker gebruikt. En ik vind hem echt heel fijn. Blogpost verschijnt morgen op mijn blog. Maar ik vond hem wel heel fijn. Dus dat was top. En dat was verder mijn avond. Niet heel bijzonder. En ja, nu ga ik zo even wat doen. Zo had ik weer op de grond gespuugd. Komt volgens mij een beetje door het zachte voer. Probleem is, ik kan niet meer stoppen met zacht voer. Omdat ze daar heel erg aan verknocht zijn. Maar ik moet daar wel even naar kijken. Want of ik moet overgaan op een ander merk... Want dit loopt een beetje de spuigaten uit. En nu hadden ze het op de grond gedaan. En ik had gisteren had ik even alle kleding van de bank gehaald. En toen kwam ik dus een beetje opgedroogd spuug tegen. Wat ik overigens heel makkelijk kon verwijderen. Want ik kan het jullie even laten zien. Het lag hier zo. Maar je ziet er helemaal niks meer van. Ik heb het stopgezogen en met een heel licht vochtig doekje afgenomen. Laten drogen en top. Dus daar moet ik even naar kijken. Ja, ga ik zo maar even stofzuigen en even kijken wat er van de was droog is. Boven even de stofzuiger doorheen trekken. En ga ik gewoon even wat dingen doen met bullet journalen. Zal ik jullie er gewoon bij zetten. En voor de rest misschien bij de was. Maar dan moet ik even kijken, want die handdoeken die hangen hier. Maar die droogt voor een meter. Omdat ik hem niet lang uit kan laten staan. Gaat hij omkieperen. Dus daar ga ik even naar kijken. En nu maar even stofzuigen.
Zo, de katjes hebben net gegeten. Ik heb opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Maar ik weet niet. Mijn humeur is gewoon niet... Ja, ik weet niet. Ik voel me niet zo heel erg lekker in mijn vel eventjes. Ik weet even niet zo goed hoe het komt. Ik heb wel de was opgevouwen. Ik heb hem niet in de kast gelegd en even die handdoeken dus verplaatst. Omdat ik dat, ja, even iets beter vond. Ik heb boven even stof gezogen. Dus de dode beestjes zijn in ieder geval weg. En ook het stof weer. Ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga nu niet zoveel meer doen. Lekker relaxen. Straks eten en douchen. En vanavond kijk ik naar Kopen Zonder Kijken. En de Mailandjes maar, want er is verder niet zo heel veel. En ik kijk Gossip Girl en Rex. En dan ga ik nog eventjes aan de gang met mijn artikel. En dus eventjes kijken nog naar die foto's. Dan moet ik straks nog even importeren. Anders even opnieuw maken. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Maar ja, het wordt verder niet een hele boeiende avond of zo. Beetje basic, maar is ook wel lekker. Mijn batterij is nu bijna leeg. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 21 april. Oftewel D-Day voor sommige mensen. Vanavond hebben we de persconferentie. En hopelijk horen we meer over hoe het na 28 april eruit zal komen te zien. Ik heb er zelf persoonlijk niet heel veel verwachtingen bij de persconferentie. Maar dat is echt een gevoel wat ik zelf heb. Omdat ik het allemaal nog niet echt zie gebeuren. Je hoopt natuurlijk van wel, maar ik denk niet dat we heel veel veranderingen al mogen gaan doorvoeren. Ja, als er al veranderingen zijn, zal het ook in babystapjes zijn. Ik heb niet het idee dat dat al erin zit. Dus ja, dat is mijn persoonlijke gevoel, maar we gaan het vanavond wel zien. Gisteravond zou ik naar Kijken Zonder Kopen gaan kijken. Heb ik niet gedaan, dat waren herhalingen en ik ben een beetje herhaling moe. Dus toen ben ik overgeschakeld naar SBS6, heb ik Chateau Meiland gekeken en ik heb echt onwijs gelachen. Ja, als je een beetje van die humor houdt. Ik moet zeggen, als je niet naar de wc gaat en je gaat het programma kijken, dan kan je zo in je broek piezen van het lachen. Ze hadden een soort van, ja, het was ook niet echt brand, maar... ze hebben een kachel en daar moet hout in. En Martine had er een heleboel grote stukken hout in gedaan. En volgens mij was het hout ook nog vochtig. Dus die kachel die ging helemaal roken. En die kamer die stond helemaal blauw van de rook. Toen heeft hij zand opgehaald. Maar sowieso, zijn Frans is zo belabberd. Ja, ik kan zelf ook geen Frans hoor. Maar hij weet soms helemaal niet hoe hij uit zijn woorden moet komen. En hoe hij dat dan zegt. Het is gewoon heel komisch. Hij had zand opgehaald en toen moest Maxime zand op die stukken hout gaan doen. Want ze gingen die stukken hout gingen ze uit die kachel halen. Die deden ze in een bak en dan moest zij er zand op gooien. Maar die stukken die waren zo groot en het brandde maar. Dus op een gegeven moment loopt Maxime naar buiten en ze begint helemaal te schillen. En papa, en de hele schoorsteen staat in de fik. Dus Erika komt ook aangerend. Ja, bel 112 of wat dat hier ook is. Ze wist niet eens het alarmnummer. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat je eigenlijk moet weten als je daar woont. Uiteindelijk hebben ze de brandweer gebeld. Maar iemand die daar ook aan het werk was, die had de brand al geblust. Ze hebben de brandweer wel laten komen. Zo konden ze dat eventjes nakijken. Maar Martine had veel te dicht bij dat vuur gezeten. Dus zijn wimpers die waren verbrand. Dus Maxime zegt tegen hem, ja papa, je wimpers zijn verbrand. Ach, doe niet zo raar. En hij ging in de spiegel, oh wat erg. En mijn krul is eruit. En ik zie allemaal witte puntjes. Nou, weet je, ik ken geen enkele man die zo bezig is met zijn wimpers. Echt, oprecht niet. Maar hij vond het helemaal erg. En nou ja, ik zag het zelf niet door. Volgens mij moest je super goed kijken. Het zat best wel een beetje aangedikt zijn. Maar hij ging helemaal los op zijn wimpers. Nou, dat vond ik wel grappig. Daarna heb ik gekeken naar Brits Gouden Ouwe. Was ook wel mooi. Er was bijvoorbeeld een man en een vrouw. En die man die had Parkinson. Ja. Die ging een luchtje kopen voor zijn vrouw. Een luchtje wat zij al heel erg lang droeg. Ze had echt dat flesje had hij zo bij zich. Zodat ze in die winkel konden gaan kijken. Ze waren al 56 jaar getrouwd. Zijn vrouw die was aan de ene kant zag ze nog maar 30%. Dus die was eigenlijk al bijna blind. Maar we mochten wel samen in dat tehuis. En dat vind ik dan wel mooi. Want je hoort natuurlijk heel vaak dat als een ouder echtpaar. Dat bijvoorbeeld de man of de vrouw niet meer thuis kan wonen. Dat ze dan...
moeten uit elkaar worden gerukt. Hè? Omdat als de andere partner nog goed is, mogen ze niet samen in het huis. Dat vind ik altijd super zielig als zoiets gebeurt. Want dan ben je zo lang bij elkaar en dan ineens word je gewoon uit elkaar getrokken. Maar deze mensen mochten gewoon samen. En ze was helemaal blij met dat geurtje. En ja, dat was echt super schattig. Dus dat heb ik gekeken. Ik heb Gossip Girl gekeken. Ik heb Rex gekeken en ik heb wat foto's bewerkt. Ik heb een blogpost geschreven. Dus ja, eigenlijk een beetje standaard mijn avond. Zoals elke avond wel. Maar ja, het was wel eventjes leuk. Zometeen ga ik de douche doen en de kattenbak en de gang. Wel weer eventjes lekker om dat te doen. Ik moet even iets nakijken. Ik heb eigenlijk dit rolgordijn. Oh nee, het is wel schoon. Ik heb het rolgordijn in de gang eigenlijk altijd dicht. Omdat vooral als het zonnig weer is, dan komt die zon zo naar binnen. En omdat dit huis al heel snel warm wordt, hou ik hem eigenlijk altijd dicht. Maar de katten gaan er wel achter zitten. Want die vinden het wel leuk om in het zonnetje te zitten. Of ook wel lekker. Wat ik ook heel vaak zie. En dat baal ik er soms wel eens van. Dan heb ik mijn hele woonkamer gedaan op woensdag. En dan schijnt die zon 's middags. En dan gaan die katten op tafel liggen zonnen. En dan denk ik, ja, aan de ene kant vind ik het super schattig. Aan de andere kant denk ik, nee, maar schone tafel. Maar dat vind ik sowieso een erg puntje. Want dan heb ik stof gezogen. En aan het einde van de middag zie je onder je tafel zie je allerlei stofplukken liggen. En dan kriebelt het bij mij om, wil je die stofzuiger te pakken? Ik doe het niet, omdat ik het al heb gedaan. Omdat ik denk, ja, tegen stof kun je niet werken. Daar heeft mijn moeder ook altijd gezegd, tegen stof kun je niet werken. Nou, dat is echt zo. Maar ja, als je dus een beetje last hebt van smetvrees, dan ja, is het best wel een irritatiepuntje. En af en toe als ik een pluk stof zie of een pluk haar van de kat, als ze hebben gespeeld, haal ik het ook wel even met mijn handen weg. Maar ja, ik vind dat zo vervelend. Echt heel erg irritant. Maar goed, ik ga even de kattenbak doen. Ik ga jullie bij de douche er gewoon bij zetten, voor de rest niet. En dat is toch altijd een beetje lastig met filmen. Ik ga even muziekje aanzetten. Ik ga even een oude handdoek pakken boven. Ik hoop dat die handdoek ook een beetje droog worden die ik hier heb hangen. Maar ja, dus even kijken. Het is wel zonnig buiten, maar er staat best wel een windje. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het is. Ik heb ook gewoon een warme trui, want ik had het gewoon koud. Ik ga even kijken hoeveel graden het is. Telefoon heeft een beetje moeite met openen. Het is 18 graden en zonnig. Ja, het is inderdaad zonnig. Maar er zat ook wel een ontiegelijk harde wind. Dus dat. Ik ga wel doen. Want als je eerder ben ik klaar. En dan hebben we dat weer gehad in ieder geval. Zo, ik ben al klaar met alles. Ik heb de groenten afgehaald en alles is verder schoon. Dus ik ga nu maar eventjes editen en even die paar foto's opnieuw maken die nog moesten. Dan is dat klaar. Tijgertje is al miauw, want die denkt dat ze eten krijgt, want het is nog lange tijd. Dus dat ga ik nu maar even doen. Dan kan ik jullie verder ook niet bijzetten, want ik heb het kaartje van mijn camera nodig. Maar ja, het gaat eigenlijk allemaal wel vlot. Het is volgens mij pas 4:15. Ja, dus ik kan nog wel even lekker wat gaan doen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ja, misschien kom ik wel heel ver en dan kan ik zo eventjes je fotootjes doen. En dan ben ik eigenlijk wel weer heel tevreden voor vandaag. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo, ik ben klaar. Katten hebben net gegeten. Ik heb nu tot maandag bijna af. Dus dan moet ik alleen de beelden van vandaag nog en de eerste vlog al af. Dus we leven lekker doorgewerkt. Ik heb die foto's net even opnieuw gedaan. Dus eigenlijk best productief geweest. Ik ben tevreden. Straks even douchen en lekker eten. Vanavond kijk ik denk ik Bevallen met Bobby. Dat is op TLC. Want je hebt verder om 8:30 niks. En daar heb ik zondag een stukje van gezien. Dat vond ik echt best wel interessant. Ik denk dat ik daar een stukje van ga kijken. En ik kijk de Databos. Op Nederland 3. En Gossip Girl en Rex. Dus ik wil nog even met een artikel aan de gang. Wat foto's nog bewerken. Dus ja, op zich ben ik nog wel eventjes druk.
Ik wil vanavond dat artikel online zetten over die haar, of dat haarmasker, wat ik daarvan vind. Dus die foto's zijn klaar, dus dat is op zich top. Ja, nu ga ik eigenlijk verder niets meer doen dan nog even lekker relaxen. Ik heb even de laptop even weggehaald. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Mijn geheugenkaartje is weer geformateerd net, dus dat is ook top. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf. En vergeet daar even niet om het belletje aan te klikken. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online is gekomen. Vond je deze video leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je weer bij een volgende video te zien. Doeg!